Jeugdvakantiewerk Zomeren Eind hield op woensdag 14 juni de buitenspeeldag in de pastorietuin. Het was een snikhete dag. Francesca en Saskia, jullie hebben weer een activiteit. Is het een tussendoortje, Francesca, of niet? Nee, het is altijd het jaarlijkse evenement, zeg maar, de buitenspeeldag. Dat is een jaarlijks terugkerend landelijk iets. Ja. Had ik er wel een goede weer voor nodig? En dat krijg je dan ook. Ja, we wilden goed weer en dat hebben we gekregen. Het is misschien een tikkeltje heet, maar goed, we hebben genoeg water en de kindjes vermaken zich prima. Dus ik denk dat het hartstikke goed is. Maakt dat nu een stuk makkelijker als het zo weer is? Ja, want we hebben minder spellen nodig. Hè? We hebben meer spellen nodig als het slechter weer is. Maar nu hoeven ze alleen maar water te hebben en dan kunnen ze vooruit. Hoe is jullie indruk op het buitenspelen van de kinderen hier in Zomereind? Zitten ze de hele dag aan de computer of komen ze vaker buiten? Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger kon je de straten door en lagen ze allemaal op straat de stoep krijten en te touwtjes springen. Ja, dat is niet meer. Dus, tenminste bij ons in de straat zie ik het heel weinig. De tijden zijn wel veranderd denk ik daarin. Dus ik denk dat dit wel heel belangrijk is, tussen leren buiten spelen en dus ook kunnen genieten van het mooie weer en gezellig met elkaar gewoon leuke dingen doen. Want de spelen Ja, maar hier zijn ze met meer vriendjes. Normaal is het 1 of 2 vriendjes afspreken. Maar nu hebben ze gewoon eigenlijk heel school. Dus dat is toch net iets anders, denk ik. Het is helemaal aangepast aan het weer. Ik zag dat er komkommers langskwamen en bananen. Dat is een keer weer anders. Ja, ja. Die hebben we gesponsord gekregen van de Lidl. Dus daar zijn we heel erg blij om. Ja. Ja. Volgend jaar weer? Komt jullie jaar terug? Ik ga ervan uit dat we volgend jaar weer hier staan met zoveel kinderen. Afgesproken. Ja, en jij ook weer? Heel goed. Sophie, Lotte en Maud, jullie zijn vandaag bij de... Hoe heet die dag? Buitenspeeldag. Ja. Of vandaag moet je buitenspelen? Het is veel te warm binnen, of niet? Ja. Ja. Spelen jullie veel buiten, normaal? Soms. Ja, soms. Ja? En wanneer, wat is soms? Eén keer per dag of één keer per maand? Eén keer per dag of zo. Ja. En ook in de pauzes. Ja. Ja. En wat doen jullie dan als jullie spelen? Van alles. Ja. Zoals? Kletsen. Ja, kletsen. Nee. Buiten? Kletsen. Ja. Vandaag is wel een hele bijzondere dag, want deze spelletjes doe je normaal niet, of wel? Nee. Wat is er leuk aan deze dag dan, Sophie? Dat je met water kan spelen. Ja. Ja. Dat kan je thuis niet. Ja. Ja. Jullie komen elk jaar, Sophie, hier of niet? Wat? Komen jullie elk jaar hier? Ja. Bijna. Ja, bijna. Ja. Ja. Ja, zo vind jij het leuk op zo'n dag? Dat je met vrienden kan spelen en dat alles heel leuk is. Ja. Wat doe je de rest van de week niet, buiten spelen? Jawel hoor, ik ben altijd in de achterruim en ik aan het voetballen. Ja. Dus je bent echt een buitenjongen, zeg maar? Ja, ja meestal wel. Ja. Dus dit is voor jou niet zo bijzonder hè, vandaag, of wel? Ja, want het is niet zo vaak dat dit gebeurt en we zijn er met allemaal, dus het is wel heel gezellig. Ja. Maar het zijn wel spelletjes die je allemaal thuis kunt doen, of niet? Springkussen niet, maar verder rest kan alles wel thuis. Ja. Dat is ook wel leuk.